Dichteres Maud van Houwaard won dit jaar verschillende prijzen en is ook op tournee in Vlaanderen. Van anders aan de lijn. Begon ik mij daar al serieus in op te winden. Ik nam mijn nagels aan het afbijten. Ik hier en daar zo nog een kleine bitte malen. Uiteindelijk kreeg ik toch een man aan en ik zei, Godverdomme, wanneer kom jullie eindelijk eens mijn internet fixen? En toen zei hij, rustig maar, mevrouwtje, rustig. Vroeger was er toch ook geen internet? Mijn voorstelling is een beetje moeilijk in een hokje te plaatsen. Is het een poëzievoordracht, is het een theatervoorstelling, is het een cabaretshow? Het valt er eigenlijk overal een beetje tussen. En in die zin speel ik ook niet vanuit een specifiek effect bejag. Ik wil eigenlijk de toeschouwers de vrijheid laten om de voorstelling te ervaren en om mee te nemen wat ze maar willen. Al was het maar één woordje dat bij hen kan blijven hangen. Naast mij zit een vrouw. Ze weent en zegt, excusez-moi. Ik zeg, ce n'est pas grave. Zij zegt, si, c'est grave. Vous n'en savez rien. Dat is waar, zeg ik. Ik weet er helemaal niets van. Ik heb het idee dat er heel veel gebeurt in het land van de poëzie. Dat er heel veel initiatieven zijn, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Dat er ongelooflijk veel mensen poëzie aan het schrijven zijn. Er zijn sowieso veel meer schrijvers dan lezers. Dat is gewoon altijd een fenomeen. Maar ik denk dat poëzie is dat ja, enerzijds misschien wel met een aantal vooroordelen te kampen heeft, maar dat anderzijds toch heel veel mensen bezighoudt en heel veel mensen kan beroeren. Zo. Ik ben absoluut geen missionaris van de poëzie, dus ik heb ook geen zendelingsopdracht, totaal niet. Maar ik hou er wel van om met mijn poëzie in heel veel verschillende contexten op te treden. Niet alleen in een theatercircuit, niet alleen op een literair festival, maar ik trek ook heel vaak naar scholen. Ik kom heel vaak voor groepen te staan die eigenlijk misschien eerst een beetje afkerig staan. En dat vind ik heel prettig om daarmee te spelen en te kijken hoe ik ze daarin kan uitdagen. Altijd heel gek gevonden, die gitaristen die dan zo nog zo aan naschuren. Er zijn nog een paar druppeltjes in het piscijn of zo.